קוקו, חי שומעי. Fruitontbijt en water. Ze vindt de waterkant erg leuk. Hi! Ja! Hi! Hm? Je bent echt drijfnat, dat wel. Hm? Hey. En daarom ben ik niet bang dat ze wegloopt, omdat ze heel erg gefocust op mij is. Ja. Nu vindt ze het niet meer leuk, het is nat. Ik ben heel benieuwd. Kom maar. Ja. Het regent steeds, maar ja, ondanks dat is het een vieze bende, dus ik ga toch spuiten en het opruimen. Het stopt niet meer met regenen. Dus ik ga
even mijn lunch maken met een eitje. En Mimi is er ook gelijk bij. Lamsvlees en gans. Even werken en daarna verder met de was. De hele dag dat soort spelletjes. Ze is er niet, Mien. Zie je? Ze is er niet. Onze kerstboom. Ik doe hem straks wel in pot, want het regent. We waren aan het opruimen en we wilden deze benches in de opslag zetten. Alleen Fred die dacht, laten we ze eens neerzetten, kijken hoe ze reageren. Nou, gelijk wil Lulu er niet meer uit, want ze vindt het echt geweldig. We hebben ze heel lang gebruikt voor de nacht, omdat ze zich er veilig in voelden. Wel met de deurtjes open. En eigenlijk vind ik het nu zielig om ze weer af te pakken. Dit vindt ze het lekkerste, zo'n beetje begraven erin. Nou, nog één dag dan en dan brengen we ze weg. Koud en Lou. Spruitjes. En? Aardappelkratten. En? Vlees. Wat is het? Het is een, wat was het weer? Een rundvlees. Een runderhammetje. Een runderham, oké. Okay. Het zal wel. Nee, dat klopt ook niet. Oh, klopt niet. Dat was zo. Nou, zit hij mij eerst uit te lachen en nu weet hij het zelf niet wat het is. Een rubber en een hand, dat gaat dan niet. Nou, het is in ieder geval vlees. Ik ga het zo proeven. Ik ben heel benieuwd. Een kopje melk.